Hoi, mijn naam is Edwin Tervelde en ik ben de oprichter van Clean to Anywhere. Ik ben enorm groot liefhebber van de grote filosoof P. Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het kan. Nou, we zijn gewoon aan de gang gegaan. We hebben die eerste Lely Flat hebben we in elkaar gebouwd en zijn ermee gaan zeilen. En tot onze grote verbazing, een fantastisch mooi scheepje. Het zeilt ontzettend veel sneller dan de stalen uitvoering. Uiteindelijk gaan ze even hard, maar ja, die kunststof flat die vliegt gewoon eigenlijk meteen weg, waardoor je een enorme voorsprong opbouwt. Ondertussen zijn we hier op Nawaka en bouwen we onze tweede Lely Flat. Natuurlijk weten we ondertussen veel beter hoe we hem moeten gaan opbouwen. Hè. Dus de volgorde van bouwen hebben we iets gewijzigd, maar verder dezelfde receptuur. Nou, met deze nieuwe Lely Flat, gemaakt uit afvalplastic, ja, daar verwacht ik eigenlijk een hele mooie toekomst van. Er komen ontzettend veel scouts komen kijken. Zeggen van wat een mooi concept. Maar is hij wel net zo sterk als die stalen boot? Nou, ik ben er stellig van overtuigd dat hij veel sterker is. En dat gaan we ook laten zien. Dus we laten ons aan alle kanten aanvaren door stalen lelyfletten. Om te bewijzen dat wij gewoon rustig doorzeilen. Ja, dan krijgen we natuurlijk ook de vraag. Hoe kunnen we nou deze zwarte boot uniek maken? Want dat willen we natuurlijk. Tussen die vele duizenden boten willen we onze eigen boot kunnen herkennen. Nou, daar is een hele makkelijke oplossing voor te vinden. Verzamel gewoon een heleboel plastics in de juiste kleur. Met een tosti wafel ijzer kun je plaatjes maken. Met een figuurzaagje je allerlei leuke vormpjes uit die je op de zijkant van het schip kunt lassen. Maar als je meer wil weten van het bouwen van schepen uit afvalplastic, ja, dan zou ik je eigenlijk willen adviseren. Kijk eens op onze website clean2a.nl. Daar zie je allerlei verhalen over hoe wij bezig zijn met 17e-eeuwse schepen die we bouwen van afvalplastic. Vandaag bouwen we nog kleine scheepjes van 5 meter. We zijn ondertussen alweer begonnen met een schip van 12 meter. Om uiteindelijk te eindigen met een schip van 30 meter.